Ja, de heer Van der Staaij. En ik ben een beetje aan het doordenken. De opmerking dat een demissionair kabinet meer macht heeft. Nee. Dat is niet waar. Nee. Ze kunnen ons nu weer wegsturen. Ja. Nee, niet twee keer. Dat is waar. Voorzitter, ik wil de minister-president waarschuwen. Wel persoonlijk, dat is waar. De individuele bewindslieden zijn nog steeds weg te sturen. Ik neem deze opmerking terug. De kans is juist nu groter dat de individuele bewindslieden slachtoffer worden. Ja. Precies. Nee, maar alle gekheid om stokje. Over die avondklok. Kijk, wat we gisteren gehoord hebben, ook bij die technische briefing, en dat was helder, maar laat ook eerlijk de onzekerheden zien. We weten niet precies hoe het gaat lopen. Het zou kunnen zijn dat die derde golf is. We hebben aannames, we hebben onzekerheden en dit zou ook een bijdrage kunnen leveren. Snap ik allemaal. Maar tegelijkertijd is het niet onontkoombaar, dwingend, noodzakelijk. Zo moet het en niet anders. Dus dan vind ik het heel belangrijk om ook te kunnen wegen, maar hoe zit dat nou aan de andere kant met de nadelen die eraan verbonden zijn? Voor eenzaamheid van mensen, voor kwetsbare mensen, noem alles maar op. En dan vraag ik aan de minister-president, want daar zegt meneer Van Dissel terecht, ja, daar gaan wij niet over. Wij kunnen mooi uitrekenen voor wat het doet voor die R1, maar ja, dat is verder de politieke weging. Hoe heeft u als kabinet dat dan gewogen, Daar moet ik iets laten zien van de discussies die wij in ons kleine groepje hadden en in de ministeriële commissie en in het hele kabinet. En grofweg liepen daar drie opties, hebben daar wel zo in verschillende maten niet heel precies dat er nou allerlei voordat stukken gevraagd worden, niet dat er nou exact heel precies alles lag, maar gewoon in de discussies. Eén is dat je zegt terug naar nul huisbezoek. En daarvan hebben we de afweging gemaakt. Als je zou zeggen, ontvangt niemand meer thuis. A, heeft dat het nadeel praktisch gesproken dat het een advies is. En daarmee in de handhaving lastig voor de mensen die ze het niet aan zouden houden. Maar het heeft maatschappelijk, denken wij, een enorme impact om te zeggen, je ontvangt niemand meer. Dat is natuurlijk dramatisch. Tweede is, maar die gaat veel verder dan de avondklok, de stay at home. Dus een beetje Franse, Spaanse lockdown uit maart, april. Dat je zegt, nou, je mag alleen nog maar zoveel meter buiten je eigen huis. En niemand, ook dan eigenlijk dus niemand ontvangen daarmee. Tenzij die vlakbij je woont. Of ook niet. En drie, de avondklok. Ook op basis van het feit dat die in heel veel landen nu werkt. En wij ook het OMT zeiden, wil kijken of je op een of andere manier scherp kunt krijgen wat er van het advies is. Het effect is. Nou, het OMT heeft eigenlijk twee dingen gedaan. Die heeft één die avondklok voor ons dus doorgerekend, maar is ook gekomen met een update van hun opvattingen afgelopen weekend mondeling en maandag, dinsdag aangesproken op papier in het OMT-advies over de enorme zorgen die men zich daar maakt over het Engelse virus. In die twee dingen kwamen bij elkaar. Dat wij dus aan het nadenken waren, als je wat extra zou moeten. Wetend dat er een Kameruitspraak lag over de avondklok. Maar er ook andere varianten nog veel erger zijn. Die avondklok heeft natuurlijk ook enorm maatschappelijke en eenzaamheidsrisico's en gevolgen. Maar het is niet onmogelijk nu om overdag of aan het begin van de avond nog iemand op te zoeken of contact te hebben. Dus er is nog iets mogelijk in die twee weken. Wat natuurlijk absoluut niet mogelijk is als je zou houden aan de advies. Als je zou zeggen, je mag niemand meer ontvangen. Ja, de heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, dat begrijp ik. Maar wat ik als parlementariër in de beoordeling van de proportionaliteit van maatregelen lastig vind, is dat ik aan de ene kant hele precieze, gedetailleerde informatie krijg over wat het allemaal doet op die R1, tot in de details en schemaatjes en grafieken. Maar die andere kant, die eenzaamheid, die jongeren die al met suïcideneigingen te kampen hebben, dat zijn hele globale, algemene opmerkingen die daarover worden gemaakt. En ik zou wel eens willen horen, hoe beoordeelt u eigenlijk die situatie? Is dat zorgelijk? Is dat ernstig? Is dat zeer ernstig? Wordt dat ook, hoe wordt dat nu gebeurd? Zorgelijk tot ernstig, zou ik zeggen. En we hebben natuurlijk ook altijd in onze vergaderingen het Sociaal-Cultureel Planbureau. Het Sociaal-Cultureel Planbureau helpt ons op dat vlak. De Nederlandse Bank op het vlak van de economie. Dus we hebben altijd ook die deskundigheid aan tafel. Maar het is niet heel makkelijk om een soort R uit te rekenen op de sociale gevolgen. Dat is ook een weging. En wij hebben de weging gemaakt dat het niemand meer ontvangen een veel grotere impact zou hebben op het sociale leven dan een avondklok, wat ook nog steeds een enorme impact heeft. Zoals natuurlijk alles sinds maart, april en zeker ook weer sinds half oktober een enorme impact heeft. Wat ik ook gisteren zei, de grond van mijn hart. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Volgens mij iedereen in Nederland. Alleen je weet dat er altijd mensen zijn die het nog veel zwaarder hebben, omdat ze mensen hebben die ziek zijn of overleden zijn. Mensen die zelf kwetsbare gezondheid hebben. Mensen die mentaal
vraagstukken, met mentale vraagstukken worstelen en daardoor extra geraakt worden door dit soort maatregelen. Dus dan ben je al meteen geneigd te zeggen, nou, mijn leed is heel klein in vergelijking met dat leed van mensen die 3, 4 dubbel geraakt worden door de optelsom van vraagstukken. Maar het heeft natuurlijk voor iedereen en afpellend voor de mensen met een zwakke gezondheid en mentale vraagstukken natuurlijk helemaal. En alleenstaande mensen met oudere mensen, mensen die kleinkinderen niet kunnen knuffelen, noem maar op. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar uiteindelijk in de weging tussen niemand meer ontvangen, helemaal thuis blijven met nog een paar meter buiten je huis of de avondklok is denk ik wel aannemelijk te maken dat de avondklok van die drie, hoewel nog steeds heel heftig, beter is dan die andere twee. Ja, de heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, dat is een waarheid als een koe dat altijd de meest ingrijpende maatregel nog weer het meest vergaande is. Maar nog meer de vraag van als het nu gaat ook weer om deze maatregel. Ik lees ook in de sociaal-wetenschappelijke studies die het kabinet ons ook heeft toegestuurd of analyses. Mm-hmm. Hoe langer maatregelen duurder, hoe meer dat ze erin hakken. En onze zorg, mijn zorg is gewoon bij alle maatregelen die we al hebben, deze nog weer erbovenop. Hoe rekbaar is uiteindelijk dat elastiek? Wat mag je en wat kan je van mensen nog vragen? We zullen zo, Hugo de Jonge zal daar ook nog wel iets zeggen over die sociale kant. Maar ook daar is natuurlijk De hele grote precisie ook in maatregelen niet te brengen. Probeert ook heel veel initiatieven te nemen. Met elkaar, ook als samenleving, gebeurt er heel erg veel. Kerken, maatschappelijke organisaties. Überhaupt is dit een land waar we ontzettend op elkaar mopperen tot er problemen zijn. Dan gaan we elkaar helpen. Dat blijft toch ook waarom dit een bijzonder land is om in te leven en fijn is om in te leven. Maar die effecten zijn er. Die effecten zijn er en als het langer duurt, worden die heftiger. Daar staat tegenover dat als je nu ziet wat er epidemiologisch gebeurt en je zou niet nu extra maatregelen nemen, het in ieder geval onze absolute overtuiging is op basis van al die advisering dat we een niet aanvaardbaar risico nemen. Met plus dat door ze het nu te doen, en nogmaals, dat zijn de twee kanten van die medaille, je ook weer iets eerder zicht hebt op perspectief. Mevrouw de Kroon.